Als we een beetje in stemming zijn, dan ben ik iemand dat begin ik met een lijst van mannen door te scrollen. En dan kijken we die vandaag. Ja, oké. Ik hoef echt niet te zien hoe mijn vriendin door iemand anders uit elkaar getrokken zou worden, hoor. Ik heb er al een paar onder geplast. Jij? Ja, dat is wel leuk. Welkom beste mensen bij de beste podcast van de wereld, Hete Uren, waar we natuurlijk over hete dingen praten, seks en sexy gasten aan de tafel hebben altijd. Maar natuurlijk doe ik dit niet alleen. Ik heb natuurlijk een van mijn co-hosts altijd erbij, Jamisha of the most beautiful Leslie. Ex on the, we noemen het niet. Leslie, hoe gaat het? Het gaat goed, ik dacht al bijna dat je me ging vergeten. Nee, natuurlijk niet. Het had echt pijn gedaan. Nee, natuurlijk, kom op. Kan toch niet? Wat heb je gedaan dan? Hè? Laatste tijd. Wat ik gedaan heb de laatste tijd. Iets spannends meegemaakt. Ja, ik maak zoveel spannende dingen mee, schat. Nou, vertel eens dan. Nou, oké, ik ga dus een verhaal vertellen. Over, zeg maar, een keer seks in Mallorca. Dat is, nou ja, ik vond het niet per se spannend. Ik vond het eigenlijk mogelijk. Maar aan het begin was het wel spannend. Want ik ging dus met zo'n proper mee naar zijn proper appartement. En ik dacht helemaal, oké, mijn eentje in het buitenland. Ik was met een vriendin. Ik had mijn vriendin achtergelaten. En ik was alleen met hem toch. En ik dacht, ja, eng en zo. En ik had helemaal er zin in en zo. En ik kom in dat appartement. Teringzooi. Ik heb dit nog nooit gezien. Zo'n teringzooi. Er was een tweepersoonsbed. Daar lagen allemaal rijstkorrels op. Toen zei hij, we gaan hier neuken. Ik zeg, sorry, ik ga niet in een bed met rijstkorrels liggen. Nou, toen, er was zeg maar zo'n kast en daar klapte die zo'n eenpersoonsbedje uit. Maar wacht even, stop even tussendoor. Je hebt hem niet gevraagd waarom de rijstkorrels... Jawel, omdat iemand zijn telefoon in het water was gevallen en dat moest dan in de rijst gelegd worden. Klinkt en dat logisch. Was omgegooid en gekkigheid. Ja. Maar hij klapte zo'n bedje uit een kast en toen moesten we in dat bed. En nou ja, prima. Dus op een gegeven moment waren we bezig en zo. Dus hij doet mijn kleding uit en hij wilde het op de grond gooien. Maar die grond was zeg maar echt vies. Dus ik wacht even, dus ik mijn kleding opvouwen. Dus ik veeg op een tafel, mijn kleding daar helemaal uit het moment, zeg maar. Nou ja, dan hadden we seks, toen kneep ik dus mijn keel dicht. Maar sommige mannen knijpen dus je keel dicht op een goede manier. En sommige die duwen echt op je slokdarm. Dat je gaat hoesten. Dan ga je stikken. Dus ik was op het moment dat ik ging stikken en ik ging bijna over mijn nek, omdat ik gewoon helemaal geen lucht meer kreeg. Dus wat deed ik? Ik loop naar die badkamer om even tot mezelf te komen. Ik dacht, slokje water. Maar die badkamer was zo goor dat mijn hele kokreflex in die badkamer nog veel erger werd, omdat het daar zo smerig was. Dus ik zeg, heb je water? Nee, we hebben niks in huis. Niet eens water. Dus ja, spannend was het niet. Maar beetje gekotst? Ik heb niet gekotst uiteindelijk, nee. Het kwam er wel bijna uit. Nou, het scheelde niet veel. En dat kwam niet omdat ze pik zo groot was. Maar wel geneukt. Uiteindelijk, uiteindelijk heb ik het wel even afgemaakt, ja. Dat dan weer wel, hè. Als je er toch bent. Precies. Moet er ergens laten lukken. Waar heb je het laten lukken dan? Ja, in dat achterlijke bedje. Met die korrels. Ja, daar zijn we nog. Nee, niet met die korrels. Die eenpersoonsbedje uit de kast. Waar we ook doorheen gezakt zijn uiteindelijk. Ja. Ook nog. Oké, nou. Tof verhaal. Goed begin. Ja, toch? Ja, goed toch? Begin. Dat is top, toon man. Is gezet. Ja. Dan gaan we vanaf daar naast jou. Schattebout, stel jezelf even voor als je wil. Ja, ik ben Elise. Ik kom uit België en ik ben pornoproducent. De producent? Ja. Dus ja, niet de pornoer? Nee, ik zit niet voor de camera. Ik doe alles achter de camera. Ja, oké. Dat is tof, man. Want misschien, we komen straks bij jou. Dan kunnen we even wat van elkaar leren. Is goed. Je? Oké, Elise, pornoproducent. Super Belgisch. Sonny! Ja, toch? Ja. In de building. Ja, vertel het eens voor de mensen die het niet weten. Mijn naam is Sonny Lorenzo, bekend van YouPorn. En Ik doe veel. Ja, ik ook. Ik dacht, hè? ik doe veel reality-programma's, reality-tv. En onder andere Wereldreizen Wielen, Temptation Island, wat wel heel spraakmakend was. Ja, zeker. En daarvoor zitten we hier ook, om dit ook spraakmakend te maken. Ja. Maar ik heb geen bedden uit kasten en zo. Die, dat niet? Heb ik niet. Ik heb andere spannende verhalen. Maar daar komen we zo op. Oké, ik ben benieuwd. Sowieso bij straks. Baby girl Rose zonder de A tussen de baby. Ja, zeker. Goed met jou? Relax, man. Vertel het eens. Wie ben jij? Ik ben Roos en ik ben van OnlyFans. Mm-hmm. Dat is het. Okay, nou, 21 jaar. Dus, dan blijven we daarbij. Heb je ook porno dingen gedaan? Echt porno, nee. Maar het is ook niet mijn ambitie om echt... Nep porno wel? Nee, maar niet voor een pornobedrijf. Ja, OnlyFans is eigenlijk hetzelfde als porno maken. Ja, maar dan voor mezelf, ja. Ja, zou je haar in een film kunnen zien? Tuurlijk of, wel. En waarom wil je dat niet doen? Ik weet niet. Ik vind gewoon lekker om zelf de touwtjes in handen te hebben. En
Ja, dat is het eigenlijk. En niemand zit aan mij. Zeg maar, ik hoef niet met een random iemand... Oké, op die manier. Ja. Maar het, bij mij mag je wel kiezen, het, de mannen. Ja. Misschien denk ik erover na. Misschien als er een leuk iemand tussen zit, dan bedenk ik me. Maar maak je foto's op OnlyFans of ook beeld echt? Ook filmpjes. Okay. Lange filmpjes ook. Heel ook customs, Skype calls, alles. Ja, ik ben soms een klein beetje vervelend. Weet je dat jouw neus beweegt als je praat? Ja, dat weet ik. En dat gaan we er niet in houden. Oh, arme. Dat is niet inhouden. Dat zie je niet op foto. Ik moest het zeggen. Even, als ik het niet eruit laat, dan ga ik er naar blijven kijken. Ik heb het nu gewoon... Maar dit weet je zelf ook. Ja, dat weet ik. Maar het is... Mij was het niet opgevallen, dus... Oh my God. Nee, mij eigenlijk ook niet. Maar nu ga ik erop letten. Ik ga stuk. Ja. Mannen. Leslie, wat is de eerste vraag voor vandaag? De eerste belangrijke vraag voor vandaag voor de gasten die aan tafel zitten. Ja, wanneer heb je het voor het laatst gedaan? Ik begin bij jou. Iets langer dan een weekje geleden, denk ik. Oké, en met wie? Gewoon iemand waar ik het af en toe leuk mee heb. Een soort van friends with benefits. Nou nee, ik spreek hem niet echt of zo. Nee. Het is gewoon booty call. En heb je meerdere booty calls of echt alleen hij? Nee. Oh, wacht even. Alleen hij. Iedereen's neus beweegt. Als ja, dat is heel normaal. We ademen ook, hè? Ja, nee, maar ik heb dit nu pas... Nee, maar echt de voorkant gewoon. Sorry. Sorry. Ik had dit nooit door. Ja, dat is heel normaal. Dus het is gewoon normaal, oké. Precies, ja, wat had ik gevraagd? Nee, verder, ja. Oh ja, of je meerdere booty-calls hebt of alleen hem? Nee, eentje. Ik heb niet heel snel seks met mensen, maar ik vind met hem wel gewoon chill, dus... Oké. Ja. Blijf het je. Ja. Nou ja, top. Hoe heet hij? Duidelijk. Dat ga ik niet zeggen, hoor. Oké, en jij? Een paar uur geleden. Want jij hebt een vriendin nu, toch? Zie. Precies. Dus seks niet te kort. Je dacht, voordat we hierheen gaan, doe ik het nog even. Nee, ik werd om 2 uur wakker in de middag. En toen ging ik lekker douchen en toen kwam het ervan. Ja, ik vind seks wel heel belangrijk. Ja. Muy importante. Ik vind dat wel in de top 3 in een relatie, dat je gewoon goede seks hebt. Hoe vaak heb je seks dan? Ik denk dat mijn vriendin vaker wil dan ik wil. Okay. Dan heb je een goede uitgekozen. Ja. Ik heb wel dagelijks seks, denk ik. Oeh, dat is wel veel. Dat vind ik ook af en toe, hoor. Ja, iets seksverslaafd vinden. Nee, ik denk niet. Dat we gewoon ze zien goede heel seks graag. Hebben. En we zijn nog heel verliefd op elkaar. En we hebben het heel leuk. Ja, dus dat is wel leuk. Dan ja. Hoort dat erbij, toch? Ja, tuurlijk. Ja. Heb je kinderen? Nee. Dat scheelt ook. Met de frequentie van seks. Nee, ik heb geen kinderen. Als je minder seks wilt, dan moet je aan kinderen beginnen. Ja, dan is dat zeggen ze vaak, hè, dat het dan minder wordt. Ik kan me niet in voorstellen, hoor. Maar dan heb je het druk, toch? Je hebt slapeloze nachten en zo aan het begin. Weinig rust, inderdaad. Ja, het ligt niet echt aan dat. Oh. Heb je kinderen, Keis? Ja, toch? Ik heb 5 kinderen. Seks? Hebben we het niet over. Nou, begrijp je. Wat ik je wel kan zeggen is... Kijk, als je kinderen hebt, komt er een klein beetje meer stress bij kijken. Minder privacy. Dus het gaat niet per se om de drukte of wat dan ook. Het is meer, je hebt meer dingen in je hoofd, weet je. En dan, de vrouw is dan die week gestrest. Dan ben jij die andere week een klein beetje. Het is een ander leven gewoon. Maar daar hebben we het verder niet over. Wanneer heb jij het voor het laatst gedaan? Vorige week zondag. Met? Met mijn partner en ja, wij swingen. Dus wij hebben... Wij nog met een andere man erbij, ik zal het zo zeggen. Okay. Dus het was een trio? Het was een triootje. Oké. Okay. Nou, daar wil ik het fijne van weten. Moet je het fijne daarvan Titels. Weten? Nee, gaan we niet doen. Pas te proberen. We hoeven geen details te horen, maar zeg maar... Wat ik me afvraag, toch? Je hebt een partner. Klopt. En er komt een andere man erbij. Wie is die man? Van waar komt hij? Vaak komt hij gewoon uit... De swingerswereld, ja. Die leren wij kennen. Ik ben iemand, als ik zeg tegen mijn partner van... Ik heb beneden hebben wij een swingerszaak, alleen onder ons huis. Dus af en toe gaan we naar beneden. En dan, als we een beetje in stemming zijn, dan ben ik iemand... Dan begin ik met een lijst van mannen door te scrollen. Ik heb een lijst van mannen. Dus ik kan, ik kan gewoon mailen en aanmelden. Ja, maar het voordeel is dat zijn fantasie ook is. Dus... En dan kijken we die vandaag. Ja, oké. Okay. En dan handig, komt, die, en dan komt mind, die langs. Open mind. Dan komt die langs. En dan zijn jullie in die swingers dingens van jullie? In onze kelder, ja. Ja. En dan, hoe gaat dat precies dan? Vul jij alle gaten of helpt hij mee met... Dat is heel verschillend van avond tot avond. Maar is er soms ook mannelijk contact? Hoe bedoel je? Zeg maar, want als ik zie 2 mannen... En 1 vrouw, betekent het dat jij alles gevuld moet krijgen? Ja. Eigenlijk, toch? Maar is het ook zo dat jouw partner denkt van... Hey, weet je wat, ik vul jou een beetje en hij vult mij? Nee.
niet. Nee, want wij zijn twee dominante mensen. Ja. Dus die andere man doet alles voor jullie? Nee, mijn partner... Mm-hmm. Wij spelen ook samen, hè. We spelen gewoon met ons drietjes samen. En als we een vrouw bijpakken, is het meestal omdat hij dan... hij houdt ervan als die vrouw zich volledig overgeeft aan hem. Mm-hmm. Ik kan dat niet, dus ik kan hem dat niet bieden. Dus op die manier bieden we eigenlijk elkaars tekortkomingen. Is het ook niet echt, maar... ja, vullen we dat op, hè. Nee, eigenlijk is dat heel mooi. Jawel, voor ons werkt dat echt wel, want we hebben... We zijn nu 7 jaar samen. We hebben de eerste 2 jaar zo gevochten. Mm. Ook in seksualiteit. Ja, we botsten constant omdat wij alle twee de leiding wilden hebben. Dus, en dat marcheerde gewoon niet. Ik zeg, ja, we moeten hier echt iets aan doen. En dan zijn we beginnen swingen. En dan hebben we eigenlijk echt die gaten gaan opvullen met andere personen. En dat was een vrijheid, echt. Dus gemakkelijk. Maar je bleef het wel samen, want ik heb niet de behoefte om nu straks met u even naar het toilet te gaan en een beetje... Moet ik eerst mijn vriendin even bellen? Ja. Nee, maar oké, jullie zullen allebei de leiding hebben. Dus als die derde erbij komt, die heeft niks te vertellen. Meestal niet. Maar die vindt dat ook leuk. Die wordt vastgebonden. Ja, maar dan snap ik het. Want dan is het gewoon mooi opgelost. Van, zeg maar, je kan niet twee kapiteinen op een schip hebben. Begrijp je? Jij bent haantje de voorste. Hij is haantje de voorste. Maar hij is geen haantje, hoor. Ja, maar... Hij vindt het juist kicken als ik lekker genomen word, hoor. Nee, maar dat is wat ik bedoel. Zeg maar, als jullie samen zijn, toch? Dan heb je... Hij heeft zijn karakter, jij hebt jouw karakter. Dat kan botsen, dat is wat je zei, toch? Maar ja, als je iemand erbij brengt, dan wordt jullie karakter in principe gesplitst. Ja, nee, wij komen eigenlijk juist samen, want dan kunnen wij ons spel beginnen spelen. Ja, toch? Omdat die persoon, die geeft zich over. Ja, die geeft zich over aan die en die geeft zich over aan die. Ja. Dus dan kunnen jullie allebei kijken, gewoon van, nou, dat hebben we even mooi geregeld, hè? Ja. Hij tussendoor. Ja, ik heb er wel respect voor, zo open-minded. Ik zal niet de vrouw met wie ik zoveel van hou... zou ik niet kunnen kijken dat zij seks heeft met handen. Maar hoe lang ben je samen met die partner? Een jaar nu. Een jaar, oké. Dan is alles nog lekker fris. Maar binnen 4 jaar, hè, dan is het nieuwe ervan af. Dan moet je gaan puzzelen en doen. Ja. Maar wat als je op het punt komt... Maar dan zal ik altijd een vrouw erbij nemen, niet een man, denk ik. Waarom dan? Ik denk ook van een vrouw dat misschien af en toe too much kan zijn, twee mannen. Bijvoorbeeld. Ik geef maar daar jij denkt in die vrouw haar plaats nu. Ja. Vanuit jezelf. Waarom wil je daar geen andere man bij? Ja, ik hoef ook niet echt te zien en te dicht bij een andere piemel te komen of zo. Ik ben echt vol op vrouwen gefocust. En ik ben niet goed met zwaardvechten, dus dat is ik. Ik snap dat, man. Ik zou het ook niet... een man erbij... Maar is dat niet misschien een bepaalde onzekerheid die dan zorgt voor jaloezie? Nee, kijk, ik kan bijvoorbeeld wel zeggen van... Nee, luister, wil je kijken hoe een andere man is? Weet je, nou, dan bestel ik een man, weet je. Maar dat weet ik ook van, het is gewoon een zakelijk ding. Zakelijk, professioneel. Precies. Gewoon, weet je. Hier, heb jij een andere man? Wil ik ook gewoon even kijken naar de situatie. Van, oké, dit is het. Oké, nou is goed. Kun jij weer naar huis, ben je betaald, begrijp je? Maar om echt te zeggen van, ik haal iemand erbij, een andere man. En dus, nee, dan is toch ook wel gewoon een vrouw moet erbij zijn dan, man. Lekker egoïstisch. Ja, geen andere, het is in principe is egoïstisch. Maar je moet ook beseffen van, het is een andere wereld, hè. Een kut en een kut. Dus anders dan een lul en een lul. Het is gewoon voor u. Dat vind ik niet. Ja, maar omdat jij toch een vrouw bent. Ja, maar weet niet hoe wij ons voelen. We hebben ik ken ook mannen. Anus, weet je wat dat is? Maar je hoeft niet zijn... Hij hoeft niet bij jou te doen als je dat niet wilt. Nee, maar om gewoon een lul te zien. Je weet dat, kijk, een lul is buiten. Toch? Dat moet ergens in. Dat is buiten gewoon. Een kut, dat is in principe... Maar je kan toch allebei tegelijkertijd met haar bezig zijn? Dames, echt waar. Jullie zijn vrouwen. Jullie gaan niet begrijpen hoe het voor een man is om naar een man te kijken. Jullie zijn mooie wezens. Jullie zijn allemaal mooi, prachtig, vrouw. Maar ja, nu ben je aan het... Een man is niet mooi. Jawel. Een man is niet mooi. Echt niet. Een man is niet mooi. Een man is mooi in een jeansbroek en een bloot bovenlijf. Ja, daar ben ik het wel mee. Of grijze joggingbroek. Ja, die moeten we kopen. Oké, nou, grijze joggingbroek. Ja, echt. Dus dan laat jij iemand langskomen en van ja, hoef je alleen te zien in je grijze broek en je grijze joggingsbroek. Ja, maar ik weet meestal op voorhand wel of dat die lul goed is of niet. Ze moeten eerst foto's sturen. Oh, mijn god, ik moet van deze planeet af. wij zijn gewoon alle
bij mijn partner ook. Wij zijn heel, heel open-minded mensen. Wij praten heel open over seks. En dat is goed. Dat is voor ons ook echt ons reddingspunt geweest. En dat is gewoon ook heel belangrijk. Ja, het is gewoon een bepaalde kick. Dat er wel mannen zijn die dat wel accepteren. Want er zijn echt heel veel mannen die dat op een bepaalde manier niet willen of niet kunnen. Ja. Dat denk ik, ja. Maar ik kan, snap ook niet waarom niet. Ik kan niet op mijn knieën voor hem gaan zitten. Dus ik gun hem dat ook wel. Ja, maar dat is ook het belangrijkste. Dat je elkaar wel bepaalde dingen gunt. Want je gaat nooit iemand vinden waarmee je qua seks zeg maar 100% overeenkomt. Voilà. En dezelfde dingen wilt. Dus klopt. Ja, waarom mag een ander dat dan niet bij iemand anders doen? Ja. En om even terug te komen op jouw ding. Er zijn heus heel veel mannen die er wel op kicken. Als er twee mannen en één vrouw zijn. Dus. Oh ja, tuurlijk. Ja, dat is wel zo. Dat er zijn ook wel mannen die het schel vinden om hun vriendin eigenlijk zeg maar geneukt te zien worden door iemand anders zonder zelf sowieso, mee te doen. Zijn dat heel bestaat veel dingen ook. Die er gebeuren. Maar er zijn ook mannen die gewoon hun standpunt hebben. Tuurlijk, gewoon, is ook okay. Een ego staat dan is, wel. Ik denk het. Het is dan het ego. Dat, ja. Dat... Ik hoef echt niet te zien hoe mijn vriendin door iemand anders uit elkaar getrokken zou worden, hoor. Dat is ook weer heftig, hè? Uit elkaar getrokken. En ik ben helemaal mee eens. Er zit een wereld van verschil tussen lust en liefde. Daar ben ik helemaal mee eens. Maar nee, ik kijk, we spreken binnen 4 jaar nog eens of zo. Als ik wat ouder ben. Hoe oud ben je nu? 29 alweer, man. Ah, dan moet je er al zijn. Joh. Ja, dan moet je al erbij gedaan hebben. Je moet het al begrijpen, toch? Kom op, man. Nee, ik zeg even, nee, ik denk dat een stukje. Het heeft te maken met ego en jaloezie ook. Weet je, ik heb liever dat ik iemand bestel en dan dat je gewoon wat jij wil hebben, dat krijgen gewoon. Weet je? Net als thuis bezorgd. En dan, ja toch, wat jij wil hebben, dat krijg je. En dan eigenlijk wil ik ook, zeg maar, ik hoop dan ook dat je daarna denkt van... Ik hou toch maar bij jou. Ja. Maar stel, zij zegt, oh, ik vond het echt super fijn, ik wil het vaker. Ja, dan ja, als ze om de relatie beter te houden, weet je, dan eens in de zoveel tijd, dan... Niet liegen. Ja, nee, maar ik zeg je gewoon eerlijk. Op een gegeven moment, weet je, ga je gewoon zien van, uiteindelijk raak je een vrouw kwijt. Begrijp wat ik bedoel? Als je niet vervult aan de behoeftes, zeker weten. Dat is gewoon wat het is. Ja, maar daarom is die communicatie gewoon heel belangrijk, hè? Ja, maar waar het uiteindelijk op neerkomt, toch, is dat er altijd vernieuwing moet zijn. Begrijp wat ik bedoel? Dus iemand wil altijd iets anders. Ja. Als je een jaar aan het neuken bent met elkaar, wordt het normaal. Begrijp je? Er zijn meerdere wegen naar Rome, toch? Ik ben helemaal van mening dat als je dan vaak seks hebt, wordt normaal. Ik vind bijvoorbeeld wel kick om bijvoorbeeld op vette plekken seks te hebben. Ja. En wat vind jij dan echt een leuke plek? Ik vind, stel, is het echt op een berg met uitzicht en dat soort gekkigheid. Ja, dat vind ik wel. Een gekke hotelkamer. Kom eens even met wat beters. Ja, vind ik dus niet heel gek. Nee. Maar buiten seks is wel lekker. Is wel leuk. Het kan kinky zijn. Ja, gewoon of in een bushokje. Dat je gepakt kan worden, misschien die spanning een beetje of zo. Dit is wat anders wat zij nou zeggen. In een bushokje. Langs de weg. Dat is weer next level. Ja, toch? Leg eens uit. Lijn 69. Nee, ik zag al direct een filmscenario voor mij. Ik zeg, oké, daar ga ik direct doen. Lijn 69. Even in je boekje. Oké, stel je voor. Zij wil graag een keertje meewerken in een film. Je hebt scenario in jouw hoofd, bushokje. Hoe zou dat werken? Heel wat makkelijk. Wat is het scenario? Eerst wat ga zou ik mijn boek met mannen geven. Dat ze gaan kijken. Nee. Ik wil nu weten wat er zou gebeuren. Jongens, ze gaan gewoon seks hebben in dat bushokje. Ja, maar hoe? Hij wil de ik kan toch nu gewoon dit doen en ze staan in een bushokje. Ja, zit daar echt een script aan vast? Nee, of ik werk het zo niet. Van, doe maar wat jullie. Ik heb ze ook geen richtlijnen. Weet je... Ik ben zelf een beetje gegroeid, naar gelang hoe lang dat ik het gedaan heb. En ik heb gemerkt, en wat het leukste is, wat wij op beeld zetten, is gewoon de echte seks. Wat wil de vrouw beleven? En de fantasieën gaan uitwerken. Dus wij kunnen nooit op voorhand een scenario uitschrijven van dit gaat het worden. Dat gaat echt afhangen. En dat probeer ik dan wel te doen door die te matchen met de juiste man. Ja. Dat je op voorhand... hoopt of weet van oké, hier gaan we die chemie hebben en gaan we gewoon. Mogen de mannen dan ook kiezen? Nee, of ze het maar wel ik geef niet aantrekkelijk vinden? Dat wel. Dat wel. Okay. Ik stuur altijd ook de foto door van kijk, is het iets? Anders ga je het toch niet hebben, hè? Ja, nee, dat moet wel bepalen. Dus, maar wie is de doelgroep? Mannen. Want vrouwen kijken volgens mij vaak lesbisch porno. Nee, wat een rare gedachte. Ik kijk wel altijd lesbische porno, maar mijn vriendinnen bijvoorbeeld niet. Dus ja, dat verschilt denk ik ook. Maar jij bent zelf bi. Nee. Ik kijk wel een lesbische porno. Ja, ik vind gewoon vaak... Ik kijk niet heel vaak porno. Porno is sowieso niet helemaal mijn ding. Maar als ik porno kijk, dan... Ja, als ik het tussen een man en een vrouw kijk... is het vaak op het genot van de man gericht. Tenminste, zo komt het op mij over. Ja. En als het tussen twee vrouwen is, dan...
ja, ik weet het niet. Het is anders, het is zachter ook, erotischer. Ja. Soms ook vrouwenvriendelijk, en I don't like that. Nou, soms, het kan soms wel geil zijn, maar over het algemeen vind ik lesbische porn wel fijner. Ik vind het saaier om te maken. Ja, dat snap ik wel. Jouw neus beweegt minder als je praat. Ik let erop, want ik weet dat je naar mijn neus aan het kijken bent. Ik denk de hele tijd, Elise, hou die neus tegen. Maar ik wil een neuscorrectie, hè. Dus, Waarom? Je hebt zo'n schattig neusje. Nee, ik wil zo'n schattig, nog schattiger neusje. Waarom? Zo'n wipneusje. Ja, ik wil zo'n wipneusje. Ja. Maar niet te wipperig, maar een beetje. Ja, lesbisch dus. Leuk. Vertel eens meer erover. Ik heb jullie zomaar afgekapt. Het was het bushokje, hadden we het over. Ja. Zou je dat fijn vinden? In een bushokje? Ja, om een scène op te nemen in een bushokje. Ja, als ik ooit de industrie in ga, ja, waarom niet? Ja, ik vind het niet. Ah, wel, dat wordt dan onze eerste film. Oké, goed. Komt goed, deal. Ja, dat is hebben we iets geregeld? Precies, geregeld. Ik zie jouw lab. Ja. Nee, ik zie een 10% op jou. Jij mag hem goed sturen. Jij mag hem als eerste bekijken. Ik zie Maar hij is een acteur. Hij gaat meedoen. Jullie gaan samen doen. Dan kan je wat zeggen. Buiten beeld, luister. Als je alleen de lul ziet, kunnen we wat bespreken. Ik heb maskertjes liggen en niemand gaat je herkennen. Ik heb een hele hoop tatoeages over als gaat te bouwen. Klopt. Heb je ook make-up voor, hè? Zeg je? Heb je ook gewoon make-up voor? Ik denk niet dat je dit allemaal kan bedekken. Jawel, je hebt speciale tatoeage make-up. Voor heel je lichaam. Ja, voor heel je lichaam. En je kan ook gewoon zeg maar je shirt uit en tenminste je shirt aanhouden en dan alleen je broek kan open. Ook. En dan... Ja, ja hij is wat... gewoon de vuilnisman. Dat vind ik lekkere vrouw. Of diegene die een poster in dat bushokje. Kan zeg maar. Ook. Ja, dan die hem ophangt. Een poster van jou is die aan het vervangen. En dan ziet hij jou in één keer daar op die bus wachten. Ja, dat is wel goed. Lekker latex broekje. Toeval bestaat niet. Had ze moeten wezen. Zeg het je maar nou. Even kijken wat de gage is. Nee, je doet dat vrijwillig, toch? Sorry, wat zegt u? Dat ga je toch vrijwillig doen? Gewoon uit liefde, omdat je ons allemaal heel aardig vindt. Goeie vraag. Voor hoeveel geld zou je een pornofilm maken? Zodra wij klaar zijn met dingen bespreken, kunnen we andere dingen bespreken. Ja. Oké, dan. Sonny, Temptation Island. Tell me. Ik mocht jou niet. Snap ik. Snap ik. Groot gelijk. Ik mocht jou echt niet. Iemand moest de show maken. Het is al een tijdje geleden. Ik weet niet waarom ik er niet mocht, maar... Ik weet eigenlijk niet meer precies wat er is gebeurd, maar... Kan je wel een beetje mocht opklaren. Je even niet. Gewoon. Snap ik ook wel. Hoor. En hoe zie jij het, zeg maar? Heb jij mensen gehad buiten die ook tegen jou zeiden van... Je gedroeg je echt... Ja, ik heb wel veel comments en berichten gehad. Absoluut. Maar zeker wat was dat? Hoe kwam dat? Nou, wij gingen meedoen met een gebroken relatie. Mm. We wouden eigenlijk als goed te stoppen. Jullie wisten al dat het... Ja, zeker weten. Maar we hadden wel nog relaties. Ze woonden bij mij, ze werkten bij mij. En we zouden daarna stoppen. We zouden meedoen voor de fame. En het is niet gegaan zoals we wouden. Maar de bekend worden is wel gelukt. Ja. Dat zeker, ja. Dat kunnen we niet ontkennen. Dus ja, dus dat. En nu is het mijn beurt om de echte Sonny te laten zien, toch? Ja, wat is de echte Sonny dan? Nog veel gekker, nog veel nader. Vertel eens, wat is de echte Sonny? Iedereen weet dat tv wordt je geframed. Weet je, je wordt 24 uur per dag gefilmd en er worden misschien 5 minuten uitgezonden. En dat zijn precies die momenten dat ik iets verkeerd zeg. En dan heb je een beeld van mij die niet realistisch is. Maar wat ik me afvraag, die dingen die jij hebt gezegd, bedoelde jij dat ook zo? Of, want nou, ik zal één voorbeeld geven. Het was bijvoorbeeld inderdaad van, oké, zij is mijn levensproject. Ja. Dat komt heel lullig over, maar ik snap wel dat het inderdaad misschien uit liefde is... dat je alles wat jij doet in je leven voor haar deed, zeg maar. Kijk, alleen, je slaat de spijker op zijn kop. Je hebt het denk ik in de verkeerde context gezegd. Sowieso is het levensproject echt een kutwoord. Al gebruik ik hem de laatste tijd steeds meer, want hij blijft wel gelangen. Maar ik had gezegd, als ik mijn nichtjes uit school moet halen, is dat mijn levensproject. Als ik laat mijn moeder moet verzorgen, gaat ze naar een bejaard thuis. Ik verzorg haar. Dat is mijn levensproject. Dat ik JD wil helpen, is mijn levensproject. En ze zenden alleen dat stukje continu uit. En dan krijg je gewoon een hokje geduwd. Ja. En de liefde is absoluut geen project. Maar ik bedoel gewoon dat ik er mijn leven voor over heb. Ja, precies. Nee, dat dacht ik al wel dat je het zo bedoelde. Het is wel een koek en ei tussen ons. Dus, ja, want ik, ben ik niet was zo laatst op een feestje met jullie. Ja, gisteren was toevallig JD nog en Ricky op mijn feestje. Dus ja. Ik ben niet zo haatdragend. Het is all good. En ik hoop dat iedereen gelukkig is. En iedereen heeft zijn eigen pad, toch? Eindstand heb mijn grootste valkuil, is mijn grootste succes geworden. En daar ben ik nu mee bezig om dat uit te breiden. Ik focus me op positiviteit. Boe. En het is ook wel... aan de andere kant, ik gun ze de... misschien een beetje buddy boy inderdaad. Maar ik ben geen gangster. Kleine jongen. Maar ik heb zoiets van, hun komen naar mijn feestje. Ze zijn ook ondertussen bekende gezichten. De mensen, de bezoekers vinden dat allemaal leuk. Dus het is all good. Ja, ja. Zakelijk denk je dan. Dan denken ze. Ja, dat is goed. Dat kan ik waarderen. Ik wil wat meer over jou horen eigenlijk. Maar wat wil je weten? Ik moet niet zo naar me kijken. Ik vond onze ontmoeting wel echt leuk.
Ik kwam beneden aan de tafel en meteen zag ik een naaktfoto van je. Oh, ja. Ik dacht, oké. Okay. Stel jij eens wat vragen aan er dan eigenlijk. Moet ik wat vragen stellen? Nou, ik ken je persoonlijk niet. Leuk te ontmoeten, laat ik daarmee beginnen. Echt, maar je doet OnlyFans. Ja. Dat is een goed verdienmodel, hè? Ja. Zoek je nog stagiairs? Leuk geprobeerd. Nee, is een goed verdienmodel. Jazeker. Het is echt een nieuw tijdperk. Als je dat een paar jaar geleden had gezegd, zeg je van ja, dat is niet correct. En nu vind ik het toch wel tof dat je gewoon je ding doet. Daar heb ik gewoon respect voor. Dankjewel. Ja, als je op die manier independent kan zijn, doe je ding. Maar krijg je dan geen lastpakken, viespeuken die je dan... Jawel. Dat lijkt me wel. Ja, maar dat, ja. Ik denk dat meiden daar sowieso wel last van hebben. En ja, krijg je ook als je een leuke foto op Insta post met een jurkje. Ja, voordat ik OnlyFans was, kreeg ik ook wel dick pics. Nee, oké, maar dat is toch wel moeilijk. Want je moet niet weten waar je woont. Nee, maar ja, ik geef ook mijn adres niet weg. Nee, maar je moet wel privé blijven. Het is wel ook ergens een beetje gevaarlijk, of niet? Ja en nee. Maar ja, kijk... Als ik mezelf op Instagram zet, kunnen mensen er ook achter komen waar ik woon. Dus ja, of het nou OnlyFans of Instagram. Of nou betalen, of ja, als je in de club bent of je gaat winkelen en iemand denkt, zo, zij is knap, kunnen ze je ook achtervolgen met de auto. Maar eens, maar mensen hebben wel voordeel. Ja, dat als zeker. Als iemand jou volgt en je ziet al die naaktfoto's en die rukt. Ja, ik heb ook echt een stalker en daar wil ik ook binnenkort wel aangifte tegen doen. Dus ja, je krijgt wel enge typetjes op je af, maar... Ja, en mensen hebben voordeel. Helaas iedereen, maar... Ja, maar dat zullen ze over alles hebben. Zullen ze ook over de vuilnisman hebben. Daarom je doet ook alleen maar zijn werk, ja. Precies. Ik weet echt niet waar jullie het over hebben op dit moment. Ik heb niet opgelet, maar het zou wel tof zijn op beeld. Ik zat namelijk naar haar te kijken. En op het begin wou ik de eerste vraag van... Jij bent volgens mij dominant, hè? Maar dominant wel, toch? Ja, klopt. Ja, oké. Okay, dus... niet zo te zeggen tegen mij. Ja. Kijk, we zijn onbemand. Heb je schrik nu? Ik schrok eventjes, ja. Ja? Ja. Zeker niet dominant uit. Ja, daarom vroeg ik het toch. Van, je bent dominant, toch? Nee, ik ben braaf eigenlijk. Ik ben alleen dominant wanneer ik dominant moet zijn. Van braaf geloof ik niks. Jawel. Jawel. Ja, maar ik vind dat, je hebt een SM-kelder. Ja, dat is echt dat is leuk. Een soort 50 Shades of Grey beeld. Er zijn heel veel mensen dat er gewoon leuk vinden. Hè? Dat verschilt. Maar heb je wel eens meegemaakt dat jij dominant wil zijn, zeg maar? Maar dan kom je in een positie dat de persoon waar je tegenover staat, dat die toch iets dominant is. Ja, maar dat pakt gewoon niet echt. Dus mijn blik spreekt aan genoeg. Kom. Gewoon eentje erbij die niet dominant is. Opgelost. Ja, maar dat is grappig. Want ik wil wel mannen die mij goed kunnen neuken. Dus een man in bed... moet echt een man zijn. Ik hoef zo geen flauwe doos. Een man mag mij gewoon lekker hard neuken. Maar ik hoef geen man die mijn woorden mij probeert te domineren. Dat gaat niet. Ja. Dan speel ik het spel toch beter. Als ze proberen. Op zich zitten, daar kan je niks meer zeggen. Genoteerd. Ja. Ik wou iets vragen aan jou. Ik ben het helemaal vergeten. Want ik ben aan het puzzelen. In België zou die aan het puzzelen. Was puzzelen? Puzzelen in mijn... Nee, maar wij zeggen dat zo niet. Wat zeggen jullie dan? Gewoon nadenken. En aan denken of nadenken, ja. Dat is raar. Jullie zeggen poepen als jullie willen neuken. Ja, dat vind ik ook wel apart. Heb je daar ervaring mee met hele vieze seks en dat soort gekheid? Plasseks en dat soort... Voor de camera wil je zeggen? Nee, dat filmen? Nee, gewoon overal. Maakt niet uit. Camera, geen camera. Ik heb er al een paar onder geplast. Jij? Ja, dat is wel leuk. Maar omgekeerd moeten ze het niet doen. Maar ze moeten dat verdienen. Ze moeten dat verdienen? Nee. Wel. Ja, dat is juist de kick. Maar dat is heel moeilijk om uit te leggen. Want die echte onderdanige mannen... die gaan u op een bepaalde manier echt adoreren. Hè? Die gaan u zo graag, maar het is heel vermoeiend, die echte slaven. Ja. Zou je ook meemaken? Ken het? Ja, ik zit ook in Vindom. Dus ik ken het wel. Maar die vinden het een eer om te mogen proeven. Hè? Dat is echt van, wauw. Ja, een eer om ondergeplast te worden. Ja. Ze mogen betalen er ook gewoon voor. Zo ver ben ik nog niet. Ja. Maar ik doe het ook niet bij iedereen, hoor. Jij wel? Nee, ik heb het nog nooit bij iemand gedaan, hoor. Nee. Ik weet ook niet... als iemand me goed betaalt, ja, weet ik veel. Altijd betalen meteen. Ja, natuurlijk. Als je weet, je moet iemand onderpissen. Eet je dan anders? Drink je anders? Nee, maar ik kom meestal onverwacht. Dan is van, oké, je hebt het echt verdiend. Nu. Dus zeg ik je onder. Dan gaan we het even doen, ja. Is nu toevallig, deze week was het nu ook toevallig gebeurd. Dus we stonden wat in een filmpje opgenomen voor OnlyFans ook. Ik kreeg een straf, want... Ja, moet ik dat nu? Ja, ik kan wel gaan zeggen. Ja, zeker. Ik had hem een lingerie setje gegeven. Dus dat hij had het eigenlijk mij geschonken. Ik zeg, hier, gekregen het. Ik doe het aan en dan maakt hij fotootjes voor mij, blablabla. Maar hij had het... Wacht, dan moet ik zien dat ik het juist zeg. Hij had er kaka in gedaan.
door, ik zeg, maar niet echt kaka, maar een scheet gelaten en er waren strepen. Ik zal het zo zeggen. Van hem? Van hem, ja, ik niet. In jouw lingerie? Ja, dus dat verdient straf. Dus heb ik een pruik opgezet, bla bla. En dan heb ik zijn kont eigenlijk aangepakt. Ja, goed, rood gemaakt, gespenkt. Maar dan was hij op het einde, was ze me gewoon aan het zeuren. Oh, meesteres, mag ik alsjeblieft uw pipi proeven? Ik zeg, ja, oké, heb het verdiend. En dan zijn we naar boven gegaan, dan gaat hem buiten op de stenen liggen. Dan plas ik en dan komen we terug. Buiten ook, voor de deur? Tuurlijk wel, buiten op de stenen. Ik ga niet binnen plassen op mijn vloer. Het is normaal voor je buren. Nee, die zien dat niet, hè. Okay. Maar wacht even, dan, je bent meer dan producent gewoon. Waar was jouw partner? Of filmen. Dit is jouw partner? Die was aan het filmen. Oh, die filmde? Ja, wij doen alles samen. Mijn partner is Ruud. Ruud is eigenlijk de ex van Kim Holland. Jullie gaan die zeker allemaal wel Ruud kennen. Ruud is de ex van Kim Holland. Ja, en ik ben nu met hem samen. In principe ben je ook een legend nu. Ja, toch? Kim Holland. Nee, toch? Ruud ik was zal... de ex... Dus? Maar zij is toch haar eigen legend? Ik ben, ik ben wie ik ben. Ja, nee. Dat zeg ik toch. Jij bent de vervanging van Kim Holland. Nee, ik ben totaal... Nee, wij werken... Nee, dat is niet mooi dat je dat zegt. Want ze is heel lief. Maar we zijn gewoon... wij werken samen. Ik Vlaanderen, zij Holland. En wij lopen elkaar eigenlijk niet in de weg. Dus. Eigenlijk is Ruud de legend. Eigenlijk wel. Hij is echt de man de achter de schermen. Ja, we gaan even wisselen. Hij is hier. Ga even naar België. Nee, we zijn heel toevallig gekomen, want wij hebben elkaar leren kennen via Tinder. Op het moment dat ik mijn fantasieën wou gaan uitwerken, maar dan wist ik niet dat hij in de porno zat. Maar wat ik me nog even afvraag, hè? Zeg maar plassen over iemand heen, dan ga je met je benen er overheen staan? Of... Want kijk, bij een man is het handig, die hangt hem eruit en die kan zo een beetje richten. Maar ik als vrouw kan bijvoorbeeld niet richten waar... Ja, toch wel een beetje, nee. Je moet gewoon recht staan en plassen. Laat eens zien. Even ja, maar dan loop je toch naar onder, dus dan moet je boven... Moet ik mijn gsm gaan halen? Het staat op beeld. Ja, dan kan je kijken. Nee. Ja. Op mijn OnlyFans, even abonneren en dan kan je het zien. Maar even, want dan ga je zeg maar, kijk, dit is dan die man en jij staat dan zo met je benen. Klopt. En je benen. En dan plas je gewoon. Ja. In zijn mond? Ja. Hij slikt dat ook door? Hij wel. Ik vind ook vies hoor. Maar goed, moet hij wel weten. Oké. Probeer het een keer. Nou, nee. Ik denk niet dat ik dat fijn vind. Nee. Ik ook niet. Maar, dan moet ik wel eerlijk zeggen, squirten is ook urine. Nee, gemixt. Niet altijd. Gemixt. Hier wil ik wil even dat jullie dit allemaal uitleggen. We hebben nu 3 dames aan tafel. Jij zegt het is urine. Wat hebben de dames? Ik kan niet. Het is een mengsel. Het is niet puur urine. Het is een mengsel met allemaal lichaamsvocht. Er zal vast iets van urine in zitten, maar het is niet... Kijk, weet je hoe ik dat dus ook echt zeker weet? Ik twijfelde daar dus ook aan. Hè? En toen op een gegeven moment toen ging ik dus squirten. En toen dacht ik, oké, laat me nu naar de wc gaan en kijken of ik nog kan plassen. En ik kon gewoon plassen. Gewoon alles. Gewoon veel plassen, zeg maar. Gewoon een hele... Snap je? Dus... Komt niet uit je blaasdruk. Nee. Het heeft een andere kleur ook, hè. En riekt het ook. Het ruikt heel urine, anders, er zijn er dat urineren, maar zijn er echt squirten. Ja. Dus dit is jullie... Ondervinding. Dit is jullie uitleg dat het geen urine het is. Ja, het is gewoon een mengsel, maar ik weet niet van wat. Maar... Het heeft een andere kleur en het ruikt anders. Ja. En je kon nog plassen. Ja. Dus dit betekent... het is geen plas. Ja, precies. Oké. En ik had namelijk verwacht dat jullie met iets zouden komen. Je weet toch, waarvan ik dacht van, oh nee, wetenschappelijk. Nou, wetenschappelijk is er dus helemaal niet heel veel bekend daarover. Want ik heb het geprobeerd op te zoeken. Ja. Elke het is heel anders, staat het anders. Ik heb het ook gegoogeld. Ja, er is niet, zeg maar, eigenlijk geen enkele website. Er is niet van, oh, dit is het of dit is het. Niemand weet het eigenlijk. Nou, ik ben een tijdje gynaecoloog geweest en... Wat zeg je nou? Nee, een joke. Maar op internet zeggen ze wel dat er een klein beetje urine is en inderdaad vocht ergens anders vandaan. Maar, het zal maar ze weten niet waar het vocht vandaan komt, toch? Jullie weten dat we voor heel veel procent misschien, wacht, uit vocht bestaan. Misschien hè, is dit het. Je hebt natuurlijk, zeg maar, je gaat squirten door je G-spot. En dat is zo'n soort van ribbelig sponsje. Ik ga een keer voelen, want normaal is dat sponsje wat dikker. Na het squirten, misschien is dat sponsje dan wel niet meer dik en komt het daaruit. Misschien is het dan wel... Snap je, zou dat kunnen? Dat weet ik niet, want ik ken actrices die echt kunnen blijven squirten. Ja, kan ja sommige meiden die drinken ook echt water van tevoren, omdat het daardoor wel wordt geactiveerd. Ja, dat is wel zo. Als je veel water drinkt, dan squirt je meer. Ja. Kan jij squirten? Ja, maar ik doe niet vaak. Nee. Ik kan bij jezelf. Ik kan het niet op commando. Het gebeurt gewoon en dan gebeurt het. Maar... Ja, ik kan het dus ook niet bij mezelf.
Ik kan niet op commando. Moet je ook niet willen. Nee, ja. Een man zijn taak gewoon een beetje werken. Jij snapt het, precies. Precies. Onthoud wel dat wij mensen voor heel veel procent van ons lichaam uit vocht bestaan. Dat weten jullie wel, toch? Ja. 70% om juist te. En dat gaat allemaal eruit wanneer jullie squirten. Dus dan dus raak niet uitgedroogd. Stay hydrated. Dan weet je dat ook wel. Kan jij een vrouw laten squirten eigenlijk? Ja, tuurlijk. Ligt eraan wie de persoon is. Iedereen heeft zijn eigen manier hoe. Begrijp je? We hebben het hier over gehad ook. Je hebt vaginaal, je hebt bij de clitoris. Ligt eraan. Wanneer je bezig bent, wanneer je met iemand praat al, moet je al weten van hoe gaan we dit regelen dan. Begrijp je? Terwijl je bezig bent met, ja, want ik zie dat je een beetje aan het onderzoeken bent. Van ja, deze kleine gozer. Ja, dan loopt de hele hoop te babbelen. Maar wat weet hij dan? Je moet dat weten. Wanneer je bezig bent, moet je al een beetje kunnen kijken. Maar het is wel een skill. Jij lekker? Het is wel een skill. Want niet elke man kan een vrouw laten kunnen. Nee, 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 er zijn heel veel mannen die niet eens weten dat als je gewoon, je, broer, je vraagt waar de G-spot is. Je hoeft alleen met je vinger naar binnen te gaan. Dan voel je dat bobbeltje daarboven. Klein beetje ribbeltjes en shit. Begrijp je? Dan voel je al van, wacht even, dit is anders. Nou, kom ze klaar, wordt hij een beetje boller. Ah, dit zal het vast wel zijn. Hier moet ik vaker mee spelen. Begrijp je? Heb je een lange pik, dan weet je ook dat je een beetje meer naar achteren moet zijn. Vaker. Om die eikel daar langs te laten gaan, want het gaat niet om me diep erin duwen. Proficiat, u bent geslaagd. Oké, okay, ja, maar geslaagd. Krijg straks uw diploma. Nee, België ook uitleggen. Ja. Nou, keizer is... Toi. Wisten jullie trouwens ook dat als je een vrouw dus squirt, dat ze dan meer kans hebben om zwanger te worden, omdat de zaadcellen dan makkelijker naar binnen glijden? Oh, dat wist ik niet. Dat is nieuw. Tot nu toch. Nou, heb ik ook weer wat geleerd. Daar, zo. Nee, ik slik ook gewoon anticonceptie. Of nou ja, dat slikte ik. Daar ben ik natuurlijk mee gestopt. Omdat ik dan zeker weet dat ik het veilig blijf doen. Slik je nog meer dan? Ik slik alles, schat. Nou, jij nog wat leuks te vertellen? Wat slik jij? Ik slik niks behalve sperma. Ik doe niet verder niks, alleen sperma. Nee, maar wel gewoon drinken en zo, toch? Oh ja, precies. Ja. De normale dingen. Vitaminepillen misschien. Nee, ook niet. Nee. Oké, okay, maar dat doe je niet op je OnlyFans, toch? Wat? Dat soort dingen. Slikken op camera, dat is gekheid. Nog niet, ik wil dat wel doen, maar even iemand vinden waarmee ik dat kan doen. Ja, ik heb gehoord als je ook heel veel water drinkt, dat je meer sperma... Nou, het gaat er wel beter door smaken, dat wel. Sonny. Yes. Ik wil eventjes op dit moment wil ik weten, wat is het vuilste wat je ooit hebt meegemaakt in een situatie met de dame? Vuil. Ik denk, ik heb elke enkel anaalseks gehad. En dan zie je inderdaad wat bruin. Denk van, nee, dat is echt niet mijn ding. Dus anaal is sowieso is niet helemaal mijn ding. Maar je moet een keer geprobeerd hebben. Mm-hmm. En ja, dat is niet gewoon mijn ding. En qua sexy, vies. Ja, ik ben niet zo van dat een vrouw me pakt bij mijn keel en slaat en spuugt in mijn gezicht. Ik ben heel teder mannetje. Ik ben ook zo groot. Dus, ik ben echt heel... Ik vind ook bijvoorbeeld best wel wat jij zegt, dat vrouwen het lekker vinden om bij een keel gepakt te worden. Mm-hmm. Dat heb ik ook heel lang niet gekund op een of andere manier. Want ik ben niet zo van... Nee, er zijn wel meer mannen die dat eng vinden en daar bang voor zijn, hoor. Ik ben echt van pleasen. Daarom ga je ook niet graag aan. Ik ben van het pleasen. Dat zijn de mannen die echte, dat zijn de mannen die dan aan gaan. Want dat vinden ze hun ego, dat vinden ze van, wauw, ik kan alle gaatjes ik vullen. Ik gebruik geen anabolen, ik heb niet zo'n extreem testosteron en dat is gek. Ik ben gewoon heel teder. Ik vind het gewoon leuk om een vrouw te pleasen en dat ze zegt, alsjeblieft, grijp me. Maar hij moet er zelf blijven. Hè? Een vrouw, ik vind het communiceren is belangrijk. Dus ik zeg ook tijdens seks van, zeg wat je lekker vindt. Ja. En als zij dat met zegt van, pak mijn keel, dan doe ik dat met alle liefde. Maar dan ben ik ook echt een natte tosti die is helemaal gewoon alleen aait, zeg maar. Alleen je handje erop leggen. Ik aai gewoon de adem zo. Maar iemand slaan in het gezicht doe je ook niet dan? Of zou je dat doen als ze daarom vraagt? Ja, als ze daarom vraagt, oké. Okay, maar ik word daar niet echt van opgewonden. Of spuug in mijn gezicht. Of slaan. Nee, en haren trekken? Ja, dat is wel oké. Doggie, nee, maar word je een beetje vasthouden. Word je niet... meer opgewonden als je ziet dat zij opgewonden wordt. Ja, dat dus heb als, ik. Ja, maar dus als zij zegt van spuug in mijn bek of zo. Ja, dan... Jij spuugt in haar bek en ze wordt opgewonden. Dan word jij ook weer... Precies wat je zegt. Ik word opgewonden als een vrouw opgewonden wordt. En als zij dat dan top vindt, ja, dan wil ik daar best wel in meegaan. Maar als het is voor mij vrij nieuw, dat beelden en gekkigheid. Dus dan heb ik zoiets van... Ik moet een beetje aan wennen, gekheid. Ja, ik ben klein maar fijn. Dit proberen we morgen weer. Vandaag mijn best gedaan. Ik dagje overslapen. Spuug in mijn bekje, doe dit. Morgen weer proberen. Het komt in orde. Oh
Komt in orde, man. Binnenkort word je, een van die jaren word je 30. En meer, ja, dat wordt grof. Dat komt ook goed, man. Dan ga je het allemaal leren. Een beetje babbelen met haar ook. Zij weet er het fijne van. Dominant. Ik wou haar eigenlijk vragen wat het vuilste is. Maar we zijn daar al geweest bij PIS en dat soort dingen. Eigenlijk wil ik het aan Leslie vragen. En daarna kom ik toch weer bij jou en ook bij jou. Dus denk er even goed over na. Maar ik start nu eventjes bij Leslie. Wat is jouw... Het vuilste. Ja, maar echt als in vies wat ik smerig vond. Gewoon beide. Vuil van lekker en vuil van... Ik denk gewoon dat... ik was met een jongen. En hij had gewoon spiemel niet goed gewassen. En toen... Toen was ik echt nog best wel jong. Dus nu ben ik zeg maar die persoon die eerst even kijkt en voelt... voordat ik zeg maar van plan ben te gaan pijpen. Mm. Maar toen was ik gewoon die persoon van... dat in de veronderstelling, elke piemel is schoon. Ik kan dat gewoon pijpen. En ik was echt zo. En ik dacht, gadver. En toen dacht ik, ga ik hem nu wel in mijn mond doen? Ga ik hem nu niet in mijn mond doen? Het was niet besneden. Niet doen. Nou, ik heb het dus wel gedaan. Maar pijp bij iedereen. Met kokkaas en alles. Ja, eigenlijk wel. Nee, maar ik bedoel gewoon altijd standaard is seks een pijpje. Eigenlijk wel, ja. Oh, oké. Okay. Interessant, genoteerd. Okay. Nee, maar toen heb ik wel echt heel kort gepijpt, echt. En toen deed ik alsof ik heel geil zei, ik wil dat je me nu neukt. Ik dacht, dan komt het nog geil over dat ik zo snel al stop met pijpen, zeg maar. Maar dat vond ik wel smerig. Maar wacht even. Dus, is niet chill als je iets jij weet nu, dit is een vuile pik. En toen heb jij de pijpsessie ingekort. Ja. Om die vuile pik te gaan neuken. Ja, met een condoom. Want anders krijg je hele schimmelinfectie en zo. Ja, maar als die kapot gaat, dan... Ja, dat is dan zo, ja. Kijk, als ik dat nu zou hebben, zou ik zeggen van... joh, zullen we even douchen of zo. Maar ik was toen 16, dus ik was nog niet op zo'n level... dat ik durfde te communiceren en zo. Het is wel belangrijk wat je zegt. Van, je moet zeker zeggen wat je wil. Want nu zitten we in een tijdperk dat we ook dat grensoverschrijdend gedrag allemaal... Tuurlijk, je ja. Je moet wel zeggen waar je oké mee bent. Ja, precies. Alleen dat is op zo'n moment, als je dan al bezig bent... en je eigenlijk al weet dat je seks met elkaar gaat hebben... en ik ben al met mijn hoofd bij zo'n piemel... ga dan maar eens als 16-jarig meisje zeggen van... gadver, ik ga dit niet doen, zeg maar. Ja. Kijk, nu ben ik zeg maar op dat level dat ik het zeg maar zou durven zeggen... en dat ik van tevoren het soort van check voordat ik... Hem al bijna in mijn mond heb, weet je? Dat ik er wil naar kijken en dat ik met mijn hand kan je ook wel voelen of er vieze dingetjes aan vastzit. Ja. Ja, snap je, dat leer je op een gegeven moment. Maar toen wist ik dat nog niet. Jouw vuilste situatie. Ja, maar we hebben het al een beetje over gehad. Er zijn ook goede vuile situaties, hè? Je hebt vuil en dan ik ben wel een keertje, dat is niet per se vuil, maar het is wel heel geil. Gevingerd onder, terwijl ik gewoon in een restaurant zat, onder de tafel. Welk restaurant? Ja, schat, dat ga ik niet benoemen. Gewoon een restaurant, ergens. Mm. En toen, wat gebeurde er? Was eten er al of was het er nog niet? Nee, dat was er een beetje na. Gewoon nadat we het eten hadden gehad, drankjes. Ja. En we waren allemaal een beetje geil, een beetje voelen. Ik had een jurkje aan, dus kon er gewoon onder. Toen maar echt tot klaar komen. Maar dan heeft hij lange armen, want de gemiddelde tafel in een restaurant... Nee, schat, die staat daar naast elkaar. Niet tegenover elkaar. Okay, ik denk altijd eten tegenover elkaar. Nee, ja. Dat was gewoon naast elkaar, ja. En toen gewoon zijkant. Op zo'n bankje, weet je wel. Niet, oh ja, precies. Niemand had het gehoord. Dat weet ik niet, maar ik hoop van niet. Wel klaargekomen? Daarna. We hebben daar niet geëindigd. We zijn daarna gewoon naar de wc gegaan. In hetzelfde restaurant? Ja. Oké. Okay. En nice. Toen neuken misschien. Waarschijnlijk. Ja. Oké, okay, nee, stop man. Ja, met hoeveel mannen heb jij het eigenlijk gedaan? 7. Oh, schattig. Kijk, dit is weer een vreemd getal. Ja, ik heb echt niet snel seks met mensen, nee. Ja, ik wel. Ja. Ik kan niet... Cijfer 2 achter die 7 van jou. Oh, echt? Ja. Oh, nou schat, doe je goed. Ja. Nee, maar kijk, weet je wat is? Ik heb wel seks gehad met iemand die ik dan gewoon een one night stand of zo. Maar ik voel me daar niet fijn bij. Ik weet niet. Moet je dat ook niet doen, toch? Ik heb die connectie niet. Ik voel die chemie niet. Ik had de laatste keer seks met iemand was ook een one night stand. Nou, hele geile jongen. Nou, die sexual attraction was beter dan de seks. Want het kwam, nou ja. Ja, maar hij dat heb ook ik niet. Echt vaak. En, nee. Dat is echt een ding, hè. Ik heb dat zo vaak dat ik dan... met iemand zeg maar aan het zoenen ben. Maar hij zoende niet eens. Hè? En dan denk ik, je zuigt wel mijn tenen, maar je zoent niet. Dat vind ik dan weer heel erg. Ja, dat is gek. Noem me zijn naam? Nee, want hij is wel... Nee, dat ga ik niet zeggen. Noem me zijn naam? Ja, hij is bekend. Ja. Hier gaat het dadelijk over verder. Nee, maar dat is wel echt vaak, hoor. Nee. Eventjes. Gewoon de eerste letter van zijn voornaam... en de eerste letter van zijn achternaam. Of je mag ook gewoon zijn Insta zeggen. Nee, ik weet alleen... Zijn je dan niet? Nee, ik zei nee.
Nee, maar het is dus heel vaak zo inderdaad. Dat op het moment dat je zeg maar soort van het idee hebt dat je heel geil van iemand wordt. En dat hele voorspel en dat verleidingsflirten, dat is dan echt heel leuk. En dan word je helemaal geil van. En dan komt het moment daar en dan valt het tegen. Ja. Dat heb ik dus best wel vaak. Terwijl het is ook omgedraaid. Als ik van iemand denk, oké, nou, je bent wel oké. Ik kan je wel een keertje doen, maar ik vind je niet fantastisch. Maar ik heb nu gewoon zin. Dan is het meestal echt tering goed. Ja. Heb je dat niet te maken met verwachtingen? Dat denk ik, wel onbewust inderdaad. Nee, dit inderdaad is letterlijk verwachting. Hoor. Ja. Gewoon even een heel raar voorbeeld. Bijvoorbeeld als ik naar een feest ga en ik weet dat ik naartoe ga en ik bereid me daarvoor, dan vind ik het al tegenvallen. Ga ik spontaan, is leuk. Ja, precies. Ja. Ik vind sowieso spontane seks ook leuker dan dat je afspreekt. Ja. Dat denk ik ook, want dan heb je geen verwachtingen. Ja. Maar dit was wel ook spontaan, maar het was het gewoon niet. Dus... Nee, als iemand eerst zijn tenen lekt voordat nee, maar ik vind tenen niet erg, want ik heb al vaker seks gehad met iemand met de voeten fetish. En dat kan ook wel geil zijn, juist omdat het niet... normaal is voor jou, zeg maar. Maar nee, dit was het gewoon niet. Dus daarom, ik doe ook bijna nooit one night stands. Nee, echt niet. Nee, maar het is wel om in te pikken op je verhaal. Hè. Mm-hmm. Dus eigenlijk wat ik film. Dus eigenlijk, ik maak zelf sexy teasers. Dat is wat ik ook opwindend vind. Die mindfuck dat je speelt eigenlijk. En dan ja, het net niet geven. Zo, kind het. Ja. En dan... Heb je de geilste seks? Want dan gaat je... Voor mij hoeft seks geen uren te duren. Hè. Ik heb liever een hele dag voorspel. Die mindfuck. Elkaar ophitsen. En dan thuiskomen. 5 minuten goed neuken op die keukentafel. Maar nu thuis is heel kort hoor. Nee, maar ik snap je wel. Het is een high five. Ja, maar die woord is toch vuistje? Bij mijn kinderen toch, vuistje. Ik heb er ben dat ik iedereen box geef. Ja. Bij swingers is het vuist. Nee, maar ik snap je wel. Ja. Gewoon eventjes situatie opbouwen. Hoe niet lang duren. Maar een vrouw heeft dat nodig. Hè. Ik vind dat als je een vrouw hier kunt raken, heb je dus al vast. Ja. En dat is heel moeilijk, hè. Dat is waar. Ja, want mannen zijn die denken gewoon... Ja. Die denken alleen aan zichzelf. Heel ja, van, niet allemaal. Ik ben aan het vooral gaan menen. Ja. Dat mag ik niet doen. Ik volg je mening. Maar, en als ik ook mijn vrienden hoor, die doen dan vaak seks voor hun eigen behoeftes. Ja. Maar het is toch juist top als je beide... Maar je bent een pleaser. Komen. Dus dat scheelt dan. Inderdaad. Maar dat is ook wel zo inderdaad. Dat vind ik dus ook leuk. Als je dan zeg maar een soort van korte seks, gewoon een vluggertje op de wc hebt. Maar wel de hele avond al... om elkaar heen aan het draaien ben oogcontact op een feestje en dan hè en dan gewoon even op de wc even heel snel en hoe vaak heb je op de wc gedaan? Hoe vaak ik het op de wc heb gedaan? Ja, nou ja, ligt eraan zeg maar. Kijk, ik ben niet een persoon dat ik echt naar een Dixie ga of zo op een festival. Dat vind ik echt ranzig. Maar gewoon inderdaad in een café of in een restaurant of in een club of zo. Ja, wat is alleen vaak... luxe wc's. Ja, gewoon een wc met een normale deur die op slot kan. Die gewoon wel een soort van schoon is. En waar je wel in kan bewegen. Maar denkt je daar op die moment aan? Nee, toch? Nou ja, zeker wel. Want ik ben echt hetzelfde als dat ik zeg maar net het verhaal over die gozer in Mallorca. Ik ben dan echt, hoe geil ik ook ben. Ik ga toch echt mijn kleren netjes opvouwen en op een schone plek liggen. Want echt... Ja, dat klopt. Botergeil, ik vind dat vieze ook wc, jammer no dat go. Ik daarover nadenk. Maar ik vind gewoon vieze plekken en vieze dingen en zo. Ik knap daar gewoon op af. Dat valt me dan op en dan... Beetje smetvlees. Ja, misschien een bepaalde vorm van. Misschien vooral... Ja, misschien wel een beetje. Ja, maar ik vind een Dixie ook wel... Ligt gewoon aan, next level ranzig. Als je heel vroeg bent, is de Dixie schoon. Ja, maar je wil wel eerst de hele dag... Ja, je wil wel die opbouw hebben. Ja. Nee, ik vind de toiletten hier beneden best wel schoon. Ja, dat vind ik ook. We moeten even gaan kijken. Zien er netjes uit. Ik weet niet of jullie ze allemaal hebben gezien. Gaan we met z'n allen kijken. Ik heb zeker niet. Ja, ik met de camera. Ja. Ik ben toch nog niet bij jou gekomen. Al veel? Het vuilste. Was dat al gezegd? Je hebt toch dat plassen? De pipi, de plassen. Nee, die pipi. Ik zei van, volgens mij heb jij nog meer dan pipi. Ik heb al zoveel gedaan. Ja, meer dan pipi, kom op. Heb je al eens over iemand heen gepoept of dat soort gekkigheid? Poepoe. Nee, dan niet. We gaan een stapje alleen ver. Alleen pipi, geen poepoe. Dat is ranzig. Dat vind ik echt vies. Nee, er zijn grenzen. Ik bedoel, je kunt meegaan in iemand zijn fantasie, omdat je weet, oké. Maar zeg maar, de pipi was het ergste. Dat is het vuilste wat je hebt meegemaakt. Qua BDSM-gebied, ja. Ja, wat verwacht jij van mij eigenlijk? Ja, weet ik niet. Dat vraag ik nu toch? Nee. Ik doe geen vieze... Ik hou gewoon van heftige, ruige seks. En okay, dat kan in van alle situaties zijn, maar daar hoeft geen
constant plasbed nee, 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 is. Okay, nee, stop. Want we hadden twee kanten. We hadden vuil van, vuil. En dan heb je nog vuil van, fucking vuil. Oké, weet je wat ik met Ruud heb uitgewerkt? In begin als we elkaar leerden... Wat zei ze? Dus in begin als ik Ruud leerde kennen, mm-hmm. mijn partner, mm-hmm. gingen we mijn fantasieën uitwerken. Ja. Waaronder... Eén fantasie was daarvan, en dat hebben heel veel vrouwen, eigenlijk is gebruikt worden hè, door verschillende mannen. Mm-hmm. Dus hij heeft toen zo een vies oud fabriek geregeld, mannen geregeld. En hebben dat proberen in elkaar te... Dat is dogging, of niet? Een gangbang. Ja, nee, gangbang. Het was toch... zo een reepavond, ken je het? Maar... In feite... Gewoon een soort van... Een treintje. Zeker dat je een soort van verkracht ja. wordt. Oh, ja. Oké. Okay, ja. Kikken vrouw daarop? Heel veel. Ja. Dat vind ik eng hoor. Nee. Dat staat in top in de top 10 ja, van de vrouwenfantasieën. Ja. Maar ik denk dat dat meer dan de overgave is. Dat je als je dominant bent en je hebt constant wilt overal controle hebben, dat dan dat je is het de dan kick verliest. Dat je even kunt loslaten. Ja. Ik hou daar echt van. Maar dat was mislukt ook. Net omdat je het weet. Waar hou je echt van? Ja, om gewoon een soort van verkracht te worden. Alleen dan vrijwillig. Heel veel vrouwen ja, hoor, echt waar. Heel veel. Ja. En dan gewoon ook gewoon echt dat rollenspelletje, dat dan wil ik wel. Maar dan, nee, laat me los. Gewoon. Tuurlijk willen wij vrouwen niet echt verkracht worden, hè? Nee. Het gaat, komt ja. gewoon vanuit een behoefte, denk ik, dat bij vrouwen zit beetje van... Beetje bad guy of zo. Ja, nee, niet echt een bad guy, maar man, vrouw, hè? Ja, seksueel. Gewoon dat je geen macht hebt. Gewoon dat je geen touwtjes in de handen hebt. Dat je niet zelf kan beslissen welk standje je doet. Dat je niet zelf kan beslissen waar je achter gewoon... Dat niveau. Vasthouden, dat soort handen. Ja, maar dan overdreven, zeg maar. Just be a fucking man in bed. Wij moeten een echte man hebben, toch? Ja, snap je. Daarvoor is de man de man. Dat is het inderdaad. Ik denk dat elke vrouw dat wel een beetje wil, toch? Ja, niet allemaal. Nee, niet allemaal. Joh, geen verlegen gozer, toch? Ja, sommige vrouwen die vinden het niet fijn als ik weet niet, als ze bij je keel gegrepen worden, als er wordt geslagen. Sommigen willen dat helemaal niet. Vrouwen zijn ingewikkeld, hè? Ja, hè? Echt, ik zeg altijd mannen, jullie zijn gemakkelijk. Echt waar. Ik vind het, dat is een compliment, hè? Nee, maar het is ook echt zo. Vrouwen zijn echt ingewikkeld. En daarom blijft het interessant, toch? Iets wat makkelijk is niet interessant. Het leuke is om vrouwen door te hebben. En het zo te spelen gewoon. Maar niet elke man kan dat. Begrijp je? Maar ik snap wel wat zij zegt. Vrouwen zijn ingewikkelder dan mannen. Trust me. We zijn fucking makkelijk. Ja, mannen denken zwart-wit, denk ik. Ja, ik weet het is niet. Dit of het is dat. En vrouwen hebben nog heel veel... gemakkelijker. En hormonen hebben vrouwen ook natuurlijk. Kijk, wat zij bijvoorbeeld zegt, toch? Dat ze houdt van... ze kan ene moment kan ze houden van grove handeling, begrijp je? Maar het andere moment wil ze ook wat teder, begrijp je wat ik bedoel? Ja, als man zijnde moet dan eigenlijk weten van, zij hoeft dat niet bij twee mannen te hebben. Dus jij kan niet de grove persoon zijn en dan is iemand anders de tedere persoon. Nou, je moet weten wanneer het moment daar is, dan moet je dat al aanzien. Je moet het al aanvoelen van, oké, op dit moment... Gaan we de liefde bedrijven of gewoon keiharde seks? We hebben grof nu gehad. En ik denk dat grof een beetje weg is nu. Nu is het een beetje relax weer. Even kijken wanneer relax voorbij is. Doe weer grof. En gewoon kijken en daarna welke situatie het is. That's it. Dat kan. Nee, in principe kan het. Maar ja, niet elke man is zo. Begrijp je wat ik bedoel? Maar een vrouw kan wel gewoon dingen bepalen. Ja, ik vind dat een vrouw inderdaad wel gewoon... inderdaad, een man moet dominant zijn, maar een vrouw moet gewoon aangeven wat ze wil. Ja, maar ik denk dat een vrouw de man toch ook een beetje helpt. Nee, bijvoorbeeld handen dat, ergens naartoe helpen. Of, I like that. Wat ze een beetje aangeeft dat, van, doe dit, doe dat. De man kan niet alles aanvoelen, toch? Nee, ja, dat communicatie. Is ook zo. Hebben jullie wel eens een rollenspel gedaan? Ja. Wat dan? Ja, ik heb heel veel pakjes thuis, dus ik heb echt wel wat rollenspel meegemaakt, hoor. Dus zustertje, politieagentje. Maakt u filmpjes ook zo? Ja, maar dan zijn die filmpjes wel... Alleen, zeg maar, POV. Dus point of view voor degene die het aanschaft dan. Point of view. Ik heb een stewardess. Welke heeft het best gewerkt? Politieagentje wel. Ja, wat deed je dan? Ja, ik had handboeien, ik had een zweepje en... Een zeepje? Zweepje. Nee. Oh. Stiekem laten vallen. Boete voor het zeepje laten vallen. Het had gekund. Zeepje. Ja, eigenlijk wel. Ja, nee, maar mijn beste vriendin heeft die voor mij opgenomen, dus... Iedereen wil gearresteerd worden. Met Fappie. Met,
Wat? Ja, Fabiola is mijn beste vriendin. En we waren op vakantie. Ook, en zij filmt dat dan voor mij. Ja. En dan ben ik alleen. En dan... Doet zij dat nog trouwens? Het was nu met OnlyFans. Ja. Heeft ze de Insta weer terug? Nee. Oh, lelijk. Ja. Nou, leuk. Zweepje. Ik dacht dat je met de guy was of... Nee, want point of view is dus zeg maar iemand schaft het aan en dan film ik het alsof hij, ik praat zeg maar tegen de camera. Ik heb het ook al met iemand gedaan, dus gewoon dat ik met iemand in real life was. Ja, okay, ja dat je dan bijvoorbeeld zeg maar alleen zo een hand voelt ja. En dat die gozer dan denkt dat dat zijn hand is. Ja, maar ook gewoon dat ik het niet filmde, dat ik gewoon alleen met die guy was, dat we gewoon ja, een geil avondje hadden en ook. Ik wil een beetje meer van... Meer van jou weten ja. Inderdaad. Ik wil echt veel van jou zegt. Weten eigenlijk. Ja. Als zij zo daar zit. En dan een berg wat, hè? Ik vraag er ook van. Ze weet houdt toch, wat achter. Ik dominant. Ik ga helemaal niks achter. Dominant persoon daar open. Zo. Dus ik wil dan ook een beetje strijden. Wil je eens testen? Nee, ik wil gewoon wat meer weten. Gewoon. Ook goed, hoor. Wat, ik ben ook wel voorstander van testen. Allee, wie gaat er op zijn knieën eerst zitten hier dan? Sorry? Wie gaat er op zijn knieën eerst dan zitten hier? Een NASCAR. Sorry? Dat is wel mooi. Ja, wij drie vrouwen. Dat is wel kieken. Dat vind ik okay, wel kieken. Dus wat wil je doen? Zo gaan we afsluiten. Dat je op je knieën gaat. Wij gaan alle drie naast elkaar zitten. Ja. En jullie gaan op jullie knieën voor ons zitten. Ik snap dit ja, dat vind ik leuk. Ik ga het je wel uitleggen als je op je knieën zit. Nee. Komt stop. Goed. Ik moet eerst... Nee. Jullie gaan op de knieën? Nee, jij gaat op je knieën. Ik heb jij gaat nodig. Op je knieën voor ons. Oh nee, dat gaat niet gebeuren, toch? Jazeker wel. Jazeker. Nee. Ik denk dat we de hennisje open moeten maken. Nee. Maar leg eens even uit, dan doet hij het voor. Maar hij vindt dat niet erg hoor, voor op zijn knieën te gaan zitten. Ja, voor hem is het geen belediging. Het is echt leuk als iemand het wel erg vindt. Ja, toch? Nee, maar hij vindt het erg, maar hij gaat het wel doen. Dat weet ik wel. Nee. Jij gaat het dus ook hij doen? Gaat, nee, luister even goed. Hij gaat op de knieën zitten, maar wat gebeurt er dan? Dus niks. Hier gaat er niks gebeuren. Oh, gewoon op de knieën zitten. That's it. Ja. Hij moet alleen op zijn knieën zitten. Ja, ja en als jij er ook. Een camera bij mag, gaat er meer gebeuren. Dan komt het online. Ja, wat wil je doen dan? Ja, helemaal niks. Dat doen we niet. Alleen op de knieën zitten. Je krijgt het filmpje ook. Je mag het delen op je social media. Content share. Nou, misschien praten we achter de schermen nog. Man. Je wilt wel, hè? Nee, ik vind haar interessant. Ja, dat zie ik. Dus wat staat er op je bucketlist? Dat je zeker nog seksueel wilt afvinken? Ik heb in principe geen bucketlist als het gaat om seks. Er moet iets zijn dat je zegt van... dat wil ik voor ik sterf beleven. Qua seks? Ja. Ik heb er wel eentje. Ja? Ik zou wel een keer seks willen in een private jet. Ah, ja, dat is wel geil. Goeie. Weet je wat voor mij is? Als je zoiets zegt, toch, dan denk ik bij mezelf van ja, als je seks in de trein hebt gehad, is in principe hetzelfde als seks in... Ik ga het proberen misschien. Maar het gaat om het idee. Het gaat om de fantasie die je erbij hebt. De luxe erbij. In een vliegtuig hebt gehad. Iemand komt je een happy brengen in een pakkie en dan gaat die motion beginnen. Ja, op die manier, zeg maar, de stewardess. Ja, dat lijkt mij ook leuk, inderdaad. Om een keer seks te hebben met een echte politieagent. Of met een echte steward. Of snap je? Gewoon... Echte influencer. Ja, dat heb ik allemaal gehad. De politie is grappig. Mijn zus had ook altijd die fantasie. Oh, politieagent. En dan van, ja, dat gaan wel lekkere, heftige mannen zijn, die politieagenten. Groot knuppels. En dan had ze er eentje kunnen versieren. Ja. En dat was dan zo... Op straat hebben ze een grote mond. Ja, maar. Ja. En dat was oké. Ja, maar het zou me ook niet verbazen... dat juist omdat ze dus zeg maar in hun normale leven... zeg maar die de macht baas zijn ja, en macht hebben inderdaad... dat ze dan in hun seksleven juist onderdanig willen zijn. Maar dat is vaak zo, hè? Ja. De meeste mannen in Findom... dat zijn juist mensen die een hogere machtspositie hebben. Op hun werk of waar dan ook. Jouw fantasie? Nee. Ik ga het gewoon afronden, jongens. Ik vond het gewoon super gezellig met jullie. Jullie hebben genoeg dingen gezegd. Mwah, dankjewel. Box from a distance. Mwah, dankjewel. Mijn schattenbouw. Dankjewel dat je er ook weer was. En jullie snappen het wel. Elke donderdag, hete uren. Beste podcast van de wereld, man. Je kan er niet omheen. Keis, baby. Let's go.